En die voelen haar. Dus dat is realistisch. Dat is op veel. Een land van Kuikse kunstenaar. Een land van Kuikse kunstenaren zocht naarstig inspiratie. Hij ging een dag naar Zwolle, naar het museum De Fundatie. Daarna zag hij de nachtwacht hangen, prachtig en rijks. Een stukje verderop kregen Van Goghs verdiend bekijks. Het kon hem niet bekoren, hij trof niet wat hij er zocht. Naar Groningen, het Groninger, vervolgde hij zijn tocht. Den Haag bood hem het Mauritshuis en Escher in het paleis. Voor Linde en de kunsthal, nee, zij gaven hem niets prijs. Krullenmuller op de Veluwe, Van Abbe en de Pont, nergens waar hij maar een sprankje van bezieling vond. Teleurgesteld of eerder nog gedesillusioneerd, is hij naar waar zijn wortels lagen weer naar huis gekeerd. Hij struinde door de vilt en door de bossen van de staart, een rondje rond de kuilen door een graafse keienstraat en het klooster in Sint-Agatha. Zo groeide het besef hoe wonderschoon hij woonde en zo groeide ook zijn lef. Ineens zag hij weer sprankels in de ogen van zijn vrouw en wist, dit is het leven waar ik vreselijk van hou. Om hier met haar te zijn, voor mij de allergrootste gunst. Sindsdien maakt hij hartstochtelijk weer land van Kuikse kunst. Ja. Nou, ik schilder al, ik denk een jaar of 15. En natuurlijk heb ik het in het begin moeten leren. Hè. Ik ben op les gegaan. En wat ik het liefste schilder zijn abstracte schilderijen. Dus alles wat hier hangt van mij is abstract. Dat de mensen mogen bij mij zelf kijken wat ze erin zien. Aan de andere kant hier van de scherm staan ook nog beelden van mij, want ik heb ook keramiek. Dus misschien ook wel leuk om daarnaar te kijken. Nou, ik schilder denk ik al 18 jaar of zo en ik hou meer van de koe. Dus ik schilder heel graag koeien, daar ben ik eigenlijk ook mee begonnen. En bloemen en realistisch, dat vind ik vooral mooi. Wij hebben er hier nou verschillende hangen en ja, wij zijn super trots op dat er zoveel mensen zijn gekomen, daar sta ik wel van te kijken. Dan vind ik heel apart dat heel veel mensen toch even de moeite nemen om, ja, om hier te komen kijken. Superleuk. Ja. Nou, alles blijft 2 weken hangen. Dus de komende week en de week erop nog. Nou, leuk dat ik iets over mijn dichtwerk mag vertellen. Ik ben nu een jaartje of 8 wat serieuzer aan het dichten. Daarvoor schreef ik wel eens liedtekst en dat soort dingen, maar ik ben nu echt ja, heel serieus met gedichten bezig. En door de tijd heen ben ik ook gedichten gaan schrijven over Mil. Sinds de nieuwe gemeente ook over het land van Kuik, maar ook over allerlei dorpen in het land van Kuik. Over Brabant, ook de andere kant van de Maas neem ik wel mee. En op een gegeven moment dacht ik, nou, het is een mooi moment om ze allemaal bij elkaar te zetten. Ik schrijf ook over hele andere dingen. Maar die gedichten die gaan over Mil, over het land van Kuik, over Brabant, over Noord-Limburg en over andere plaatsen in de wereld. Die staan nu allemaal bij elkaar in dit boekje. Dus nou net een paar weken uit. Van hier, vandaar, ik kom van hier en wel daarom. Daarom staat vandaar aan elkaar geschreven. Dus het is leuk om dat nu bij deze expositie ook aan mensen te laten weten. Samen met 2 schilderessen mag ik hier mijn dichtwerk delen. Dat hangt hier in postertjes. Ik heb het wat verderop hangen in schildjes, op allerlei materialen afgedrukt.
Sommige staan wel in het boekje, sommige niet. Dus blijft de moeite waard om hier te komen kijken voor de mensen die het leuk vinden. Samen aan de wandel. Het is geen tik en geen autisme, daarmee heeft het niets van doen. Geen gebrek, ook geen traditie, niet uit burgermansfatsoen. Het is, mijn linkeroog is luier. Daarmee zie ik alles vaag. En met rechts zie ik jouw schoonheid scherper, zie ik jou zo graag. Daarom loop ik, als wij lopen, loop ik aan jouw linkerkant. Geef ik samen aan de wandel, geef ik jou mijn rechterhand.